Ik heb gekozen voor een gedicht van Guido Gezelle. Ik heb bewust voor Guido Gezelle gekozen omdat, net als voor mezelf, voor Guido Gezelle, de stad Brugge en de stad Kortrijk een heel belangrijke rol in zijn leven spelen. Ikzelf ben ook opgegroeid in Brugge en ben nu sinds 3 jaar verhuisd naar Kortrijk, waar ik heel graag woon en werk. Bovendien is Guido Gezelle, net als ikzelf, ook echt gefascineerd door de natuur. Hij ziet daar ook een zekere vorm van spiritualiteit in en heeft dat in zijn gedichten, dat is een beetje de rode draad doorheen zijn gedichten, prachtig geïllustreerd. Zijn mooiste gedicht vind ik Als de zielen luistert en dat ga ik u nu voorlezen. Als de zielen luistert, spreekt het al een taal dat leeft. Het lijzigste gefluister, ook een taal en teken heeft. Blaren van de bomen, kouten met elkaar gezwind. Baren in de stromen, klappen luide en welgezind. Wind en wee en wolken, wegelen van Gods heilige voet. Talen en vertolken, diep gedoken woord zo zoet. Als de zielen luistert.